Nou, we gaan het met elkaar lezen. Hooglied 3. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Eventjes tussen haakjes voordat ik verder lees. U begrijpt al wat hier omschreven wordt. Ik ga dat straks proberen uit te leggen. Maar ja, daar gaat het al over het feit dat die bruid dus de bruidegom zoekt in haar bed. Dus dan denk je van, oh, dan waren ze al getrouwd. Snap je? Dus dat maakt het zo lastig om te duiden wanneer heeft die bruiloft dan plaatsgevonden. Want je kunt je natuurlijk niet voorstellen dat dat hier het Hooglied een soort ethiek zou erop na zou houden die niet overeenstemt met de rest van de Bijbel. En alsof ze bijvoorbeeld al gemeenschap hadden voordat ze getrouwd waren. Dat zou voor ons gevoel natuurlijk helemaal niet passen bij zo'n Bijbelse tekst als het Hooglied. Ik denk ook niet dat dat het geval is, maar dat heeft dus met het poëtische karakter van het boek Hooglied te maken. En dan komt weer het refrein wat we al één keer eerder tegengekomen zijn in vers 5. Dat komen we nog een derde keer later tegen. Vers 5. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dan een soort tweede couplet in dit derde hoofdstuk. Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie, de draagstoel voor Salomo. Daaromheen 60 helden uit de helden van Israël. Alle hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup, tegen de verschrikkingen in de nachten. Koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets gemaakt van hout uit de Libanon. De stijlen ervan maakte hij van zilver, zijn leuning van goud en zijn zitting van rood purper. Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. Ga naar buiten en zie, dochters van Sion, koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde, op de dag van zijn bruiloft. Ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. Nou, ik heb boven de preek heb ik gezet, bruid, kijk je ogen uit. En dat is een klein stukje uit Psalm 45 in een nieuwe berijming. En die psalm die sluit heel nauw aan bij vooral het tweede gedeelte van Hooglied 3, over die bruiloftstoet. Vol pracht wordt zij naar het paleis gebracht, de bruid, naar hem, de bruidegom, die al verlangend op haar wacht. Met de geestelijke betekenis die dat heeft, is dat natuurlijk een prachtige tekst. Nou, daar gaan we naar kijken, naar aanleiding van Hooglied 3. Met name dat tweede gedeelte past hierbij. Maar we beginnen uiteraard met het eerste. Ik heb twee gedachten. De eerste is de zorg van de bruid. Dat komen we in dat eerste couplet tegen, de eerste vijf versen. De zorg van de bruid. En dan het tweede punt straks is de zorg voor de bruid. Een klein verschil, maar ook een heel groot verschil voor de bruid. In dat eerste stukje kom je de zorg tegen van de bruid. Ze is bezorgd. Ze is bezorgd, want ze vindt hem niet. Ze is de bruidegom kwijt. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dat is natuurlijk een trieste situatie. En als je dit gedeelte zo leest, dan ben je aanvankelijk in de veronderstelling van, nou ja, hij lag inderdaad naast haar en ze is hem kwijt. Maar als je het geheel gaat lezen en er nog eens over na gaat denken, en in mijn geval wel nog een paar commentaren erop naslaat, dan zeg je van, is dit nou wel letterlijk bedoeld? Gaat het hier nu echt wel over de bruid en de bruidegom zo letterlijk zoals het hier staat, dat ze hem kwijt is en dat ze de straat op gaat? Verreweg de meeste verklaarders zeggen dat is ondenkbaar. Dat een vrouw midden in de nacht alleen de straat op ging, dat deed je niet in het Midden-Oosten.
Dat kan nooit letterlijk bedoeld zijn. En het is het Hooglied, het is poëzie. Het zijn allemaal gedichten. Dus inderdaad, het is heel aannemelijk om te veronderstellen dat dit eigenlijk om een soort, ja, niet om iets gaat wat je letterlijk moet nemen, maar meer iets wat je moet zien als een droom. Een droom, een angstdroom die deze bruid heeft. Als je kijkt naar het vervolg, waarin dan gesproken wordt over die bruiloftstoet, dan, nou ja, als we er dan toch één verhaal van moeten maken, zeker van het hoofdstuk 3, dan zeg je, de bruiloft heeft nog niet plaatsgevonden, maar zij denkt daaraan. Zij denkt aan die toekomstige dag dat ze getrouwd zal zijn, want daar verlangt ze naar. Daar ziet ze naar uit. Ze verlangt naar de bruidegom. En dan heeft ze in de nacht dat ze al die onverwerkte gedachten, die komen dan in een droom tot uiting. En dat wordt dan een angstdroom. En dan droomt ze. Het gaat niet door. Hij is weg. Ik heb me vergist. Het is hem toch niet. Of hij laat me toch in de steek. Ik heb me laten vertellen, of dat heb ik ergens gelezen, dat bij een Joodse bruiloft, als men in ondertrouw ging, dan werd de huwelijksovereenkomst, de ketuba, zo heet dat dan, die werd ondertekend. Dat was een soort verlovingscontract, een bewijs van, nou, wij gaan echt trouwen. Maar dan vervolgens was er een bepaalde periode tot de bruiloft dat bruid en bruidegom elkaar niet zagen. Ze waren in ondertrouw gegaan, maar ze waren nog niet getrouwd. Nou, dat zou heel mooi passen bij de situatie hier. En dan ziet die bruid haar bruidegom dus een tijdje niet. En dan kan je dus die situatie krijgen dat je je afvraagt, is het allemaal wel echt waar? Heb ik me niet vergist? En vandaar de titel die ik aan het eerste stukje heb meegegeven, De zorg van de bruid. En misschien herken je je hier wel in. Wat geloofsleven betreft. Dat je je afvraagt, ja, ben ik nu wel een echte gelovige? Ben ik wel werkelijk behouden? Als het erop aankomt, als het op sterven aankomt bijvoorbeeld, zal ik dan wel werkelijk veilig in Jezus' armen zijn? Geldt dat nu ook voor mij? Dat is een onzekerheid, een twijfel die je bij tijden kan aanvliegen. Zoals u weet kom ik uit de reformatorische gezindte en daar kwam ik dat heel veel tegen. En toen ik vervolgens in de meer evangelische beweging kwam, toen dacht ik van, nou, daar heeft niemand last van. En dat leek inderdaad aanvankelijk zo. Tot ik na verloop van jaren met meerdere mensen wat diepere gesprekken kreeg, ook in het pastorale werk, en ik erachter kwam dat er toch wel iets algemeen, universeels, menselijks is om te twijfelen van, ja, ben ik nu wel echt gered? Ben ik nu echt wel behouden? Dezelfde vragen die ik in de ene kerk tegenkwam, die kwam ik op een andere manier toch ook alweer in een andere gemeente tegen. Is het allemaal wel waar geweest? Ben ik wel echt bekeerd? Ik heb aan sterfbedden van mensen gezeten die heel veel voor Gods Koninkrijk gedaan hebben. Die in mijn ogen een voorbeeldig leven geleid hebben. En die, als het er dan echt op aankwam, zich toch wel eens afvroegen, ja, heb ik nou wel genoeg gedaan? Ik denk weer even terug aan de preek van vanmorgen. Nou, die was er heel duidelijk in. Hè? Over die punten die je alleen uit genade kon krijgen. Nou, dat is het ook. Maar die onzekerheid van, is het nu al echt? Die herkennen we wel. Nou, je ziet hier de bruid en die gaat zoeken. We lezen dat in de eerste twee versen, dat ze voortdurend aan het zoeken is. Ik op mijn bed zocht ik. En we lezen het, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En in vers 2 laat ik opstaan in de stad rondtrekken, door de straten, over de pleinen, hem zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ze zoekt de bruidegom. En dat zoeken, de oproep tot het zoeken van God, natuurlijk niet in wanhoop, maar wel ernstig zoeken van God, dat is ook een oproep die je in de Bijbel voortdurend tegenkomt. Zoek de Heere en leef. Dat is de opdracht. Spreuken 8, vers 17. Ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, of wie mij vroeg zoeken. Dat vroeg betekent dan serieus, met ernst. Wie mij ernstig zoeken, die zullen mij vinden.
Nou gaat het hier natuurlijk over de bruid en dat gaat over haar angst. Maar bij de voorbereiding dacht ik, misschien dat hier vanavond ook iemand is die God nog nooit echt gezocht heeft. Niet zo ernstig als de bruid dat gedaan heeft. We zullen straks zien, die bruid die vindt. Maar misschien heb jij in je leven nog nooit de bruidegom Jezus gevonden. Ben je in zekere zin nog zoekend? Dat zou kunnen. Misschien ook de mensen die meekijken of deze dienst op een later tijdstip bekijken. Heb je de Heer in je leven echt gezocht? Of drijf je nog steeds een beetje op, nou ja, de traditie en het geloof van je ouders misschien, dat je naar de kerk gaat en dat je denkt, ja, dat hoort er allemaal bij. Ik geloof wel in God, maar is dat geloof ook een zoeken van je? Jesaja 55 staat, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man, vrouw, jonge, meisje van ongerechtigheid zijn gedachten laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over je ontfermen. Laat je je bekeren tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dat is de belofte die God geeft. En dat zoeken is dan een opdracht, omdat God zich wil laten vinden. Dat is zijn hartsverlangen. Nou, die bruid die zoekt. Ze zoekt. En wie zoekt ze? Nou, de bruidegom. Maar ze noemt hem zo mooi, vind ik. Tot 4 keer toe. We hebben het gehad over 4 keer zoeken. Maar je vindt ook in die versen, de eerste 4 versen, vind je ook 4 keer de uitdrukking. Ze zoekt hem die ik innig lief heb. Ze houdt heel veel. Zij heeft hem dus eigenlijk al eerder gevonden. Want ze weet wie hij is. Ze weet wie de bruidegom, wie Jezus is. Ze heeft hem innig lief. En voor haar gevoel is ze hem kwijt. In haar droom, in haar angst, in haar onzekerheid is ze hem kwijt. En dan in die droom, dan gaat ze de stad in en dan zijn er wachters. Die komen we later ook nog een keer tegen. Ik ga daar nu niet te veel over zeggen, maar dat komt een volgende keer. En als ze dan die wachters enig een stukje voorbij is, dan staat er in vers 4. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of ik vond hem die ik innig lief heb. Nou, dat geldt voor elke gelovige, dat je dit kent. Die 3 woordjes, ik vond hem. Als je tot geloof gekomen bent, dan kan je dit de bruid nazeggen. Ik vond hem. En dat is een heerlijke ervaring. Dat betekent, je moet het persoonlijk, je moet hem persoonlijk zoeken. Je kan dat niet overlaten aan een ander, die zoektocht. Je zal hem zelf moeten zoeken en je zal hem zelf moeten vinden. Je vond hem. Degene die zoekt, die zal vinden. En je vond hem. De bruid vindt de bruidegom. Ze vindt niet zijn rijkdom, zijn spullen, zijn zegeningen. Ze vindt hem zelf. Daar gaat het om. Ze vindt de bruidegom zelf. Een vraag aan u. Jullie, deze avond, heb je hem gevonden in je leven? Heb je de bruidegom in je leven al gevonden? Dan zul je ook wel herkennen, denk ik, wat over Zacchaeus geschreven staat. Zacchaeus die Jezus wel wilde zien en die dan op een gegeven moment naar een boom toe gaat en in een boom klimt. En dan, want hij wil Jezus wel zien. En wat blijkt dan? Hij zoekt Jezus. Maar dan staat Jezus onder die boom stil en die kijkt omhoog en die zegt, Zacchaeus, kom naar beneden, want ik moet vandaag in je huis zijn. Dus Zacchaeus zocht Jezus, maar wat blijkt? Jezus zocht Zacchaeus ook, eigenlijk al eerder. In dat slotgedeelte van dat stukje uit Lucas 19, daar staat dat Jezus zegt, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. Dus als wij Jezus vinden, dan komt dat omdat Jezus ons al gevonden heeft. Wij zijn op zoek naar hem, maar hij heeft ons al eerst gezocht. We hebben hem lief, zegt de apostel Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan kun je, als je dit in je leven hebt ervaren, ik vond hem, dan kun je ook je inleven in wat er daarna over de bruid staat. Ze zegt in het tweede gedeelte van vers 4, ik greep hem vast
en liet hem niet meer los. Je wil Jezus niet meer kwijtraken. Als je tot geloof gekomen bent, dan wil je datgene wat je dan ervaren hebt, dat wil je je hele leven lang als het ware vasthouden. En je wil vooral hem vasthouden. Hier zegt de bruid, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Dat is, nou ja, ook opnieuw weer het taal van een gedicht, waarin het gaat over een plaats van zekerheid, het centrum van haar leven zou je kunnen zeggen, in haar familieleven. Daar verlangt ze naar om zo daar die volle liefdesgemeenschap met de bruidegom te ervaren. Ze verlangt ernaar om zijn vrouw te worden of te zijn. Ik greep hem vast en liet hem niet meer los. Er zijn wel verklaarders en die zien hierin een overeenkomst in met wat we in het Nieuwe Testament lezen over de opstanding van Jezus, Johannes 20. Wat daar geschreven staat over Maria Magdalena. Maria, die ook helemaal net als deze bruid hier in het Hooglied, helemaal van slag is. Want ze is Jezus kwijt. En Maria staat dan nog huilend bij het graf. Het graf is leeg. De discipelen zijn al teruggegaan. En zij blijft daar huilend staan, want ze is Jezus kwijt. En daarmee is ze alles kwijt voor haar gevoel. En dan ziet ze door haar tranen heen, ziet ze Jezus niet eens. Die herkent ze niet. En ze ziet hem aan voor de tuinman. En dan zegt Jezus tegen haar, Maria. Hij noemt haar naam. En dat is voldoende. Ze draait zich om en ze zegt, Rabboni. Rabbi, meester. En dan staat er, Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dus klaarblijkelijk heeft ze dat gedaan of wilde ze dat doen. Ze wilde hem vasthouden en niet meer loslaten. Precies datzelfde verlangen van de bruid hier uit het Hooglied. Hem vasthouden. Ze wil hem niet meer kwijt. Herken je dat verlangen? Dat is wat God door zijn Heilige Geest in ons werkt. Als je daar amen op zegt, als je zegt van ja, ik herken mezelf daarin, ik vond hem die ik innig lief heb, dan mag je weten dat God in jou, in u, een goed werk begonnen is. Want dit is echt niet iets wat je zelf verzint. Dat maak je niet zelf. Dat je vol verlangen en liefde bent voor de hemelse bruidegom Jezus. Goed, je ziet haar in deze droom dus vanuit angst op een gegeven moment van zoeken naar vinden gaan. Maar dan komt in het tweede gedeelte, vanaf vers 6, komt dan het eerste noemde ik de zorg van de bruid en het tweede is dan de zorg voor de bruid. En dan zie je hoe zij in haar geloofstwijfel en geloofsonzekerheid een antwoord vindt in datgene wat de bruidegom doet. Ik ga nu voorbij aan dat refrein wat er in vers 5 staat. Daar heb ik een vorige keer al een keer iets van gezegd en dat komt ook nog een keer terug. Maar we gaan gelijk verder met vers 6. Ja, weet u, er staat in dat Hooglied staat zo ontzettend veel en er valt over elk vers zoveel te zeggen. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Dan zou het een soort bijbellezing worden. Dus ik moet sommige stukjes ook wel een beetje inkorten en overslaan. Nou ja, het tweede gedeelte, vers 6 tot 11. Ik heb daar het ene na het andere commentaar op nageslagen en op een gegeven moment zag ik de boom en de bos niet meer. Want ik had op een gegeven moment 3 commentaren gelezen en ze kwamen alle 3 met een verschillende uitleg. Dus zo kan het gaan. Soms dan kunnen sprekers nogal eens doen voorkomen alsof de tekst van de Bijbel allemaal heel eenvoudig en eenduidig is, maar dat is niet altijd zo. Ja, sommige gedeeltes wel, of heel veel gedeeltes gelukkig wel, maar er zijn ook gewoon moeilijke gedeeltes in de Bijbel waarbij het verstandig is om toch, nou ja, met enige nuance verschillende meningen naast elkaar te zetten. Bijvoorbeeld dit. Gaat het nu in dit gedeelte, in vers 6 tot 11, ja, over wie gaat het nu eigenlijk precies? Wie is zij die daar uit de woestijn komt? Maar je kunt ook vertalen, wat is datgene dat daar uit de woestijn komt? En dan wordt er gesproken over een draagstoel, maar er wordt weer niet verteld wie daarin zit. Is dat Salomo of is dat dat bruid? En waar gaat die draagstoel dan naartoe? Vers 11 geeft dan wel weer die geeft weer een doorkijkje, want dan blijkt het te gaan om een dag van bruiloft.
Dus wat is hier precies aan de hand? Er zijn verschillende interpretaties, verschillende lezingen zijn er mogelijk. De eerste is deze. In vers 6 tot 11 gaat het over de bruid die gehaald wordt voor het huwelijk met Salomo. Dat is de meest eenvoudige verklaring. Tenminste, dat zeg ik nu, maar dat komt omdat ik ervoor kies om daar straks verder mee te gaan. Zo gaat het vaak. Hè? Wat ook wel gezegd wordt, wat ik in een commentaar tegenkwam, die zei van ja, weet je, het gaat hier eigenlijk alleen maar over Salomo. De bruid wordt hier verder niet meer genoemd. Het gaat alleen maar over Salomo. En nu is er een opvatting over het Hooglied en die zegt het gaat niet zozeer over Salomo als bruidegom en de bruid, want Salomo was immers op dat punt van relaties helemaal niet zo betrouwbaar. In ieder geval, hij had wel 1000 vrouwen. Dus daarin is hij dan toch zeker geen Bijbels voorbeeld. Dus een vrij gangbare uitleg van het boek Hooglied is dat het eigenlijk gaat niet over 2 personen, maar over 3 personen. Ik heb dat in de eerste preek over het Hooglied ook al een keer gezegd, maar dat herhaal ik eventjes. Dan zou Salomo eigenlijk een type zijn van iemand ja, die niet het goede voorbeeld geeft. En dan zou het in het Hooglied vooral gaan om een eenvoudige herder en een herderin. En dat zouden de bruid en de bruidegom zijn. En dan is dit hele gedeelte van vers 6 tot 11, dat gaat dan met name over Salomo. En over misschien wel een bruiloft, een van die 1000 die hij in zijn leven gehad heeft. Moet je er niet aan denken. 1000 bruiloften. Maar goed, hij zal dat toch steeds opnieuw alweer, denk ik. Er zal een bepaalde ceremonie geweest zijn. En die waren blijkbaar dan ja, misschien wel zo. Die gingen alleen maar over Salomo. Je leest verder niet over een bruid. Dus dan krijgt dit stukje een heel negatieve lading. Dan lijkt het een beetje egoïstisch te zijn en gaat het over Salomo en al zijn rijkdom wordt hier tentoongesteld. Maar ja, hoe zit het dan met de bruid? En dan is dit eigenlijk een soort voorbeeld hoe het niet moet. Een derde lezing, waar ik ook wel veel voor voel, is deze. Het hele idee van Salomo, dat het eigenlijk niet zozeer over Salomo gaat, maar hij is wel de koning uit die tijd. En hij was als het ware een voorbeeld in de zin van rijkdom, voorspoed, de koning van het volk van God. En goed, die 1000 vrouwen, dat is dan 1, dat is een wat lastiger feit, zeker voor ons om daarmee om te gaan. Maar er wordt in een Joodse bruiloft ook wel tussen man en vrouw wordt er gezegd dat de een de koning is en de ander de koningin. Dus dan gaat het om een huwelijk tussen een bruid en bruidegom en die noemen zichzelf koning en koningin. En Salomo is dan een soort ideaaltype eigenlijk. Dus dan is alles wat er over Salomo gezegd wordt, moet je dan eigenlijk zien als een soort ja, een metafoor, beeldspraak. De koning, dat is de koning, maar de koning is dan eigenlijk gewoon de bruidegom. Nou, dat zou ook kunnen. Maar als wij vanavond naar de geestelijke betekenis van het gedeelte willen, en dat wil ik graag met u, naar de geestelijke betekenis van dit verhaal, dan ga ik terug naar die eerste uitleg. En dan zeg ik van nou, hier wordt de bruid gehaald door, misschien door Salomo, misschien door een herder die zich koning noemt, omdat hij wat het zijn trouwdag is, maar dat is dan minder belangrijk. Maar het gaat ten diepste om die relatie tussen de gelovigen en tussen Jezus Christus. En dan wordt hier de bruid gehaald en daar wordt voor haar gezorgd. De zorg voor de bruid. En dan is het niet zo verwonderlijk dat je over die bruid niet zoveel leest. Want zij wordt gehaald, lezen we, met een draagstoel. Dat was zo bij een Joodse bruiloft, dat het wel gebeurde dat zo'n draagstoel naar het huis van de bruid werd gedragen. En dat vanaf dat moment, als de bruiloft aanbrak, dat die bruid als het ware in die draagstoel werd getild en vervolgens zo naar de bruidegom werd gebracht. Moet u zich dat beeld eens voorstellen. Die bruid die zich even van tevoren nog zo'n zorgen maakt of zij wel werkelijk het eigendom van de bruidegom is, die wordt dan op de dag van de bruiloft gehaald en netjes naar de bruidegom gebracht. Ze hoeft er niets voor te doen.
Ze hoeft niet eens zelfs te lopen. En met dat die draagkoets voor de deur komt, weet ze ook, het is waar. Het is de dag van de bruiloft. Maar ze weet ook dat de bruidegom, die de overeenkomst getekend heeft, dat dat haar bruidegom is. U voelt wel aan, die draagstoel, die staat voor meer dan alleen maar een draagstoel. Wat is die draagstoel? Die draagstoel is het bewijs dat ze werkelijk in ondertrouw is en gaat trouwen met die bruidegom. Ze weet zeker dat ze hem toebehoort. Het laat zien de zorg die de bruidegom besteedt aan de bruid. Laten we eens naar die draagstoel gaan kijken. In vers 6 zie je al dat ze uit de woestijn komt. Dat er zuilen van rook zijn en een wolk van mirre en wierook, geurige kruiden. Maar die woestijn doet ons denken aan de Exodus, de uittocht uit Egypte. En die zuilen van rook, die doen mij denken in ieder geval aan de wolkolom en de vuurkolom. Dit is de Exodus, het teken van de verlossing, de bevrijding. En daar gaat die draagstoel. Zie de draagstoel voor of van Salomo. En dan zijn er 60 helden omheen. Geoefend voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup tegen de verschrikking in de nachten. Hé, daar heb je het. Dan is een link naar dat eerdere couplet. Waar zij in de nacht zo bang was. Ben ik wel werkelijk het eigendom van de bruidegom? En nu zijn er in één keer 60 helden om te beschermen in de nacht. Tegen de verschrikkingen van de nacht. Ja, dat zijn, we zouden in onze tijd zeggen, dat zijn de Navy Seals, de paratroepen, de elite troepen van koning Salomo. En die verzekeren de bruid, als jij in die draagkoets zit, dan kan je niks overkomen. Hij biedt zekerheid. Je bent gered. Er kan niks met jou gebeuren. Lieve broeders en zusters deze avond, ik wil je verzekeren door Gods woord, dat als je in Jezus Christus gelooft, als je zegt, ja, ik zoek hem en ik vond hem die ik innig lief heb. Ik verlang naar de Heer Jezus. Dan geldt deze belofte ook voor jou die Jezus doet in Johannes 10. Ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn handen rukken. Je bent veilig, je bent bewaard. Johannes 10, vers 29. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Ziet u, dat zijn als het ware die 60 soldaten die met die draaggoeds meegaan. Je bent gered. Al komt alles, alle verschrikkingen van de nacht komen naar je toe. Maar dat woord van God, dat beschermt jou. Je bent zijn eigendom. Er kan niks tegen opkomen. Wat is die draagkoets? Hij wordt omschreven met dat hij gemaakt is van prachtige materialen. Dat lezen we vanaf vers 9. Salomo heeft een draagkoets gemaakt van hout uit de Libanon. Dat was dat stevige hardhout waar ook de tempel en het paleis van Salomo van gemaakt werden. De stijlen ervan maakte hij van zilver, zijn leuning van goud en zijn zitting van rood purper. En het binnenwerk werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. Het zijn allemaal kostbare materialen. Ik wist zo gauw niet wat, ik wist wel wat de kleur van rood-purper was, maar niet waar ze dat van maakten. Dus ik heb dat nog eventjes opgezocht. Ik weet niet of u het weet, maar dat rood-purper werd in de oudheid werd dat gemaakt van een bepaald soort zeeslak. Een bepaalde kleurstof. Die zat dan in zo'n zeeslakje. Dat was een enorm intensief proces. Eerst om die diertjes te vangen, want die moesten gedoken worden. Net als parels, opgedoken, natuurlijke parels, moesten opgedoken worden. En dan vervolgens had je er ook nog heel veel van nodig. Ik las op Wikipedia een stukje, ik lees het u voor. Voor het verkrijgen van 1 pond verfmassa moesten zo'n 30.000 purperslakken opgedoken worden. Onvoorstelbaar, hè? 30.000 slakken. En dan ben je wel een poosje aan het duiken. Deze leveren samen dan 4 gram zuivere kleurstof op. De geverfde stof was dan ook 10 tot 20 keer zo duur
als een hoeveelheid goud van hetzelfde gewicht. Zo duur was die kleurstof, die purperstof. Een beetje paarsachtig is het, hè? Slaven doken met een steen de diepte in, zoals we dat tegenwoordig met parels doen. En tegenwoordig wordt de zuivere kleurstof nog in kleine hoeveelheden gewonnen tegen een marktprijs van 2500 euro per gram. Per gram. Ik denk dat het zelfs nog duurder is dan drugs. Hè? Ja, ik ben niet zo goed thuis in de drugswereld, maar dat gaat ook per gram, weet ik dan. Maar 25.000 euro per gram. En dan kan je dat purperrode kleurtje van maken. En daar is de zitting in die draagstoel is van gemaakt. En de rest is van goud, van zilver en van dat hout van de Libanon. U begrijpt, dit is allemaal beeldspraak voor een prachtige draagstoel. Wat is die draagstoel? Ik heb ook daar weer verschillende verklaringen op nageslagen, maar ik zag een link, daar werd ik op gewezen uiteraard, met Psalm 45. In Psalm 45 gaat het ook over die bruiloftstoet. En dan lezen we in Psalm 45, rijd voorspoedig uit in uw glorie, op het woord van uw waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Het woord van de waarheid. Dat wordt als een soort rijtuig voorgesteld. En toen dacht ik, is die draagstoel waardoor die bruid bij de bruidegom komt, is dat niet het woord der waarheid, het woord van God? Waardoor worden mensen verlost? Waardoor worden mensen uit de woestijn door de woestijn bevrijd en in het beloofde land bij God gebracht? Hoe gebeurt dat? Waardoor worden we getrokken tot de hemelse bruidegom Jezus? Is dat niet door het evangelie? Het evangelie, de boodschap van Jezus Christus, dat bevrijdt ons als het ware. Dat evangelie is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. De boodschap van wie Jezus is en wat hij heeft gedaan voor ons, dat is zo krachtig. Het evangelie is zo mooi, het is zo kostbaar. Goud, zilver, purperrood. Dat is als het ware het middel, de draagstoel, waardoor wij bij de bruidegom worden gebracht. Hij is, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant de inhoud van het evangelie, maar die boodschap over hem is ook het middel waardoor wij bij de Heer Jezus terechtkomen. Nou, dat is een geestelijke uitleg. Natuurlijk, het gaat ook over een letterlijke bruiloft. En daar valt ook nog veel meer over te zeggen. Maar vanavond voor u, als je zekerheid wil dat er voor je gezorgd wordt, kijk dan naar het evangelie. Luister daarnaar. Boven de preek heb ik gezet, bruid, kijk je ogen uit, geloof je oren. Geloof het evangelie, vertrouw daarop. Soms denken mensen dat ze iets bijzonders moeten meemaken voordat ze zeker kunnen zijn van hun behoud. En ik denk dat het zoiets menselijks is, wat ons eigen is, dat je steeds weer opnieuw denkt van je voelt je eigen tekort als gelovige. Je herkent je zo, ook in de dingen die we vanochtend hoorden bijvoorbeeld, heb je dat goed gedaan, dat goed gedaan. Overal kun je wel je eigen falen en tekorten in terugzien. Maar de oproep om zeker te zijn van je behoud is om te kijken naar Jezus. Alleen naar hem. Bruid, kijk je ogen uit. En geloof je oren, geloof het evangelie. De verkondiging van het evangelie, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat is het middel om zekerheid te krijgen. Er is geen andere weg. Waarom preken wij hier elke zondag het evangelie? De ene zondag misschien wat duidelijker dan de andere keer. De ene keer dan hebben we wat meer registers open dan de andere keer als het ware. Van het orgel van Gods genade, als ik het zo mag noemen in beeldspraak. Maar altijd gaat het wel over de persoon en het werk van Jezus Christus. Waarom is dat nodig? U weet het toch inmiddels al lang. We hebben het als mensen steeds weer opnieuw nodig. Omdat we onszelf niet kunnen redden. Omdat we die zekerheid niet in onszelf hebben, maar die ligt helemaal buiten ons in het volbrachte werk van Jezus. En die verkondiging van het evangelie, de boodschap van genade,
dat is het middel wat God gebruikt in uw en mijn leven om je steeds weer opnieuw bij de les te houden. Om je die zekerheid te geven, ik ben geborgen in hem. Om je het vertrouwen te geven dat je onderweg bent in die draagstoel en dat hij je door de woestijnen van het leven zal brengen op die dag van de bruiloft. Die dag gaat komen. Die dag gaat voor u, als je hier bent, als je meekijkt thuis en je hoort bij die bruid van Christus, dan gaat die dag voor jou komen, voor ons allen. In dat opzicht is koning Salomo wel een klein beetje een voorbeeld. Salomo met zijn 1000 vrouwen. Natuurlijk, naar aardse begrippen is dat niet het voorbeeld wat ik zou willen volgen. Laat ik helder wezen. Mijn vrouw zit hier, dus dat mag. Maar al was ze er niet, dan zou ik nog precies hetzelfde zeggen hoor. Maar de Heer Jezus is een hemelse bruidegom. En die heeft ook één bruid. De gemeente bestaande uit gelovigen, uit Jood en Heiden. Maar dat zijn natuurlijk wel heel veel verschillende mensen. Dat is uiteindelijk een schare die niemand kan tellen. Met andere woorden, het zullen er miljoenen, ik weet niet hoeveel. Het zullen er ontzettend veel zijn. Die horen bij de bruid van Christus. En daarom de oproep aan het eind van dit gedeelte. Ga naar buiten en zie. Kijk je ogen uit, bruid van Christus. Kijk. Zie, dochters van Sion, koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde. Op de dag van zijn bruiloft. Ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. Wat is de dag van die bruiloft? Als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zou je kunnen zeggen dat is de dag dat de Heer Jezus in de hemel was. Dat hij naar de hemel ging. Dat hij hier op aarde alles volbracht had. En dat hij opvoer naar de hemel. Hij had het werk aan het kruis gedaan en hij was opgestaan en hij ging naar zijn hemelse vader en nam daar plaats aan de rechterhand van God. En daar zit Jezus nu nog. Hij is daar om voor ons te bidden en te pleiten, zegt de Hebreeënbrief. De dag van zijn kroning, hemelvaartsdag, de kroningsdag. In zekere zin zou je kunnen zeggen was dat de dag van zijn kroning. Maar het is misschien toch ook nog niet de dag van zijn bruiloft. Is dat de dag dat wij tot bekering komen? Als elk onderdeel, elk individu van die hemelse bruid tot geloof komt en zegt, ik heb hem gevonden die ik innig lief heb. Dan is dat in zekere zin de dag van de bruiloft. Je zou kunnen zeggen, misschien eerder de dag van de ondertrouw. De dag van de verloving. En het is zeker een dag van blijdschap. Want voor elke zondaar die tot geloof komt, die zich bekeert, is er blijdschap in de hemel. Lezen we in Lucas 15. Maar de dag van de bruiloft, die breekt ook nog aan. En dat zal de volledige, de volmaakte dag van de bruiloft zijn. Dat is de dag dat wij als kinderen van God, als bruid, werkelijk zullen ingaan in die heerlijkheid bij Jezus. En daar zullen we hem zien. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, zegt Psalm 45, omdat hij uw Heer is. Buig u voor hem neer. Broeders en zusters, dat mogen wij vandaag de dag al doen. We mogen nu al ons neerbuigen voor hem, die met ons in ondertrouw is. Eenmaal komt er een dag dat wij onze kronen zullen neerwerpen voor zijn troon. En dan zullen we met ons hele hart dat nieuwe lied zingen. U bent het waard, Heer, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dan zullen we werkelijk de bruid van Christus zijn. Op die manier dat er de hemelse bruiloft kan beginnen en nooit meer een einde al zal komen. Verlang jij daarnaar? Amen.